De voorbereidingen voor het bevrijdingsfestival op 5 mei zijn nog in volle gang. Zo ook bij organisator van het festival en station manager van Den Haag FM, Gerard van den IJssel. Hij liet een week voor het festival de vrijheid vereeuwigen op zijn onderarm. We zijn bij Fearless Tattoo in de Prinsenstraat en ik krijg een tatoeage met de vlam van het bevrijdingsfestival. Ik mag dat organiseren. De komende 5 mei is de 10e editie. Dus het is een blijvertje. En tatoeages moet je alleen zetten als het blijvertjes zijn. Want het zou een beetje lullig zijn als het over 2 jaar opgehouden is. En ik vind het ook gewoon een heel mooi symbool. Het staat ook echt ergens voor. Het is de vlam van de vrede. Maar daarin ook weer een duif verwerkt. Dus het staat ook echt wel over iets, voor iets wat ook iets over mij zegt. Dus ja, dat zijn dingen die je laat tatoeëren. Het is mijn 4e tatoeage en ze passen allemaal heel erg bij mij. Nachtburgemeester René Bom kwam langs om een stukje in te kleuren. Nou ja, het idee hiervoor is eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, ooit begonnen omdat René Bom, de nachtburgemeester, een tatoeage heeft laten zetten van het logo van Parkpop. Toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk best wel leuk, maar ik durfde dat toen nog niet. Maar nu het 10 jaar bevrijdingsfestival is, dacht ik, nou, nu durf ik het wel. En toen heb ik wel René gevraagd, ere wie ere toekomt, of hij een klein stukje wil komen inkleuren. Dus het is een beetje naaperij, maar hij is erbij, dus het mag. Ik heb erop uitgekeken, naar uitgekeken. Want ja, ik moet dus even in dat armpje gaan hakken. Ja, als hij mijn idee jat, dan nee hoor. Dat moet hij vooral doen. Maar het is een heel mooi teken. Ik snap helemaal waarom hij het doet. Mijn hart ligt bij Parkpop. En zijn hart ligt bij het Bevrijdingsfestival. En sinds dat officieel is, is hij zo blij. Dat ik dat wel begrijp. Nou, moet het niet. Oké, dankjewel René. Het was een koud kunstje voor René en beide heren zijn tevreden. Ik ben ontzettend blij. Hij is nog mooier dan ik dacht. Dan ik had verwacht, laat ik het zo zeggen. En René, hield hij het een beetje? Ja, ik ben heel blij voor hem, want ik ben er mooi naast gegaan en hij is goed gelukt. Het blauwe puntje moest dat er ook. Ja, en weet je wat het leukste is? Hij is groter dan die van René.